Dit is papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. In dieser Woche senden wir nur am Sonntag und zwar auf der 80 Meter Frequenz 3620 Kilohertz plus minus QRM, da das Bunksberg Relais Delta Bravo 0 Papa Charlie auf 439,100 Megahertz derzeit außer Betrieb ist. Deshalb entfällt in dieser Woche die Freitagssendung. Im internationalen Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News werden der Ostsee und auch der Deutschlandrundspruch heute Abend auf dem Relais PI3UTR in der Nähe von Utrecht in den Niederlanden landesweit ausgestrahlt. Wir begrüßen auch heute wieder insbesondere die Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik und in Kanada recht herzlich, die uns via Echolink auf PI3UTR zuhören. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. En er volgt nu een nieuwsbericht, dat is vermomd als reclame. Of nee, eigenlijk is het dus andersom. Het bedrijf Wokka Wokka heeft onlangs een nieuw product op de markt geïntroduceerd. Wokka Wokka signaleert de problemen die veel zelfbouwers hebben met solderen. Een soldeerbad heeft vaak niet genoeg warmtereserve, tenzij hij hem verkeerd beetpakt. Dan heeft hij dat weer te veel. Vroeger zag je vaak soldeerpistolen, ook wel soldeerrevolvers genoemd. Een draadje tussen twee geleiders werd dan warm, zodra je de trekker overhaalde. Maar het draadje werd daarbij ook vrij snel weer koud, zodat je er niet zo gemakkelijk dus je fikken aan brandde. Wokka Wokka heeft de voordelen van deze beide apparaten, dat wil zeggen de soldeerbout en de soldeerrevolver, gecombineerd en dat aangevuld met een voldoende grote warmtereserve, zodat je zelfs die dikke ijzeren plaat onder je antenne nog moeiteloos aan zo'nzelfde plaat kunt vastsolderen van bijvoorbeeld de antenne die ernaast staat. Het nieuwe, ronduit handzame Super Soaker 352 soldeerkanon beschikt over een eigen warmtegenerator die op kerosine en een acetyleenmengsel werkt. Zodra de klus geklaard is, wordt de punt met vloeibare stikstof gekoeld, zodat die binnen 2 nanoseconden weer op lichaamstemperatuur is. De prijs die volgens een woordvoerder van het bedrijf zeker schappelijk is te noemen, zal binnenkort in een advertentiecampagne in de amateurbladen bekend worden gemaakt. Wokka Wokka raadt overigens aan om voor aanschaf van het apparaat na te gaan of in de omgeving waar u woont voor gebruik en bezit van het apparaat niet een wapenvergunning nodig is. The following program contains strong language throughout. Goedenavond, dit is de lange uitzending van PA00 News of de wekelijkse Daily Minutes, hoe je het ook noemen wilt. Ik ben uitzonderlijk laat, ik zal eens even kijken of ik dat nog kan laten horen. Volgens mij is PIVAA bijna afgelopen. PIVAA.nl. Maar we hebben ook een gelegenheid om je in te melden in de ronde van 40 meter of 70 centimeter. Ja, die loopt dus nog. Maar ze gaan we bijna over naar de inmeldingen. Ja, het is bijna 9:45. En om 10:30 is de uitzending. Brrr. Nou, dat wordt nog stevig doorwerken. Nou, laat ik het intro dan maar niet te veel vertragen. Want anders loop ik daarmee nog uit. Deze week had ik een beetje een probleempje met het Engels. Want er is geen Amateur Radio Newsline. Vorige week was die er wel, maar deze week niet. In ieder geval niet op tijd. En de ARRL Audio News, wat een goede een vervanger is daarvoor. Er is sinds 18 december al geen update van gekomen. Dus ik denk dat ik dit keer één keer de Engelse bijdrage oversla. Er is nog wel wat aardigs, want de Oostzeerundspruch die is normaal op vrijdag, maar de Boomsberg repeater die ligt eruit. En nog steeds. Die was gelijk in dezelfde week dat de werkzaamheden aan P3UTR zouden plaatsvinden, was die uitgevallen. Het is nog steeds niet gelukt om die toren te beklimmen daar. Dus ze kunnen op vrijdag dat bulletin niet brengen.
En dus is dat pas op zondag en dat is op 80 meter. Mr. Michael is zo aardig geweest om dat te doen. Dus die is al voor mij beschikbaar en ik heb daarmee de primeur van de Oostzee-Roensproeg. Dus dat is nog wel grappig ook. Ja, we gaan snel beginnen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 2 januari 2016. Dit is het bulletin van zaterdag. Ja, ik moet een beetje lachen, want ik had het bulletin al ingesproken, maar ik moet twee keer op de opnameknop drukken. De eerste keer dan is het om in te stellen en de tweede keer is om het op te nemen. En die tweede keer had ik eigenlijk niet goed genoeg doorgedrukt, want er was niets gebeurd. In het weekend zijn de Daily Minutes in het Engels. We hebben Contestia vandaag met de gebruikelijke instellingen en ook een plaatje in SSTV BW12. Welcome to the English Weekend Bulletin of the Daily Minutes. No propagation bulletin was issued. Apparently, because of the holidays, there will be no remarkable propagation. And my knowledge of all propagation forms and prediction isn't far-fetched enough to be able to issue my own propagation bulletin. The only two podcasts, except for the PA00 News Bulletin that came out on New Year's Day, are the Amateur Radio Newsline and the News Bulletin of VK1WIA in Australia. So today we will bring you several of the topics of the Amateur Radio Newsline. We do have Contestia today with the usual properties, and we will also have an SSTV picture in BW12 at the end of the bulletin. Amateur Radio Newsline Report number 1992 with a release date of Friday, January 1st, 2016. The following is a QST. Now reporting from Picayune, Mississippi, here is Don Wilbanks, AE5DW. We begin the first newscast of 2016 with our wishes for a Happy New Year and with some ways to get yourself in shape for the busy year ahead on the air. In fact, think of the first few days of 2016 as a good workout for all those radio-intensive months to come. During the first days of the new year, you can even give your microphone a break. The ARRL's annual Straight Key Night launches the contest calendar on New Year's Day, Friday, January 1st, and it's not really competitive, as there are no points, except for the most important point of all, which is to have fun. And before you start thinking that the weekend's radio events are just for adults, think again. The younger set gets in on the action Sunday, January 3rd, during the ARRL's Kids Day. Hams are being encouraged to open their shacks to younger family members, the local scout troop, neighborhood youngsters, anyone really, who has a youthful curiosity about what it's like to hit that push-to-talk button or tap a code key. Visit the ARRL website to see operating recommendations and, of course, what the event exchange will be. A word of caution, be sure you know your favorite color before you get on the air. That information is a vital part of the exchange. This event will be repeated in June, but why wait? The year is young, and so are all those potential hams waiting out there. In Wisconsin, a bit of hospital equipment has just become ham equipment, too. Recognizing the important role amateur signals can play in local disasters, Ministry Eagle River Memorial Hospital has given space on its tower to a local club repeater. The Vilas County Amateur Radio Club, KD9DXK, has activated its repeater, making it ready for service in emergencies or to assist with community events. Mark Descalos, a spokesman for the hospital, told National Public Radio member station WXPR recently that bringing the Ham Radio Club onto the tower was a decision that made good sense. Descalos said, quote, "Here in the Northwoods, we have difficulty with cell signals and probably equal wise with radio signals. It was an opportunity to use our tall antenna at the hospital to install a repeater," end quote. Club members will make use of the expanded signal to provide communication support for community events as well as community disasters. The tower space is being provided free to the club. Anyone who appreciates what older radio equipment can still do will appreciate the importance of a commemorative moon bounce event taking place this month in New Jersey. Amateur Radio Newsline's Heather Emby, KB3TZD, tells us the plan. 70 years ago, a team from the U.S. Army operating at Fort Monmouth, New Jersey's Project Diana site successfully copied radio signals that had been bounced from the moon using an Army tracking dish. That site is now part of the InfoAge Science History Museum, where on January 10th, the EME, or Earth-Moon-Earth bounce, will be recreated, marking the date when the historic transmission both left its mark and its signal in 1946. In fact, the radio amateurs intend to use that same dish, which has long since been demilitarized and refurbished. The TLM-18 received those first historic signals during its time of active service on that site as a ground station for the Tiros 1 and 2 weather satellites and for Project Vanguard. The commemorative transmission will occur on 23 centimeters from the station of the Ocean Monmouth Amateur Radio Club, N2MO,
sent by members of that club, as well as hams from Princeton University and the Science Museum. The dish's primary role, as used by Daniel Marlowe, K2QM, is to help observe radio pulsars as well as radiation from the Milky Way. Marlowe teaches physics at Princeton University and serves on the board of InfoAge. The TLM-18 is being made available for the amateur's moon bounce on a secondary basis. Nevertheless, promising this group the moon and then delivering is going to be just as historic an event as it had been back in 1946. For Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3TZD in Berwick, Pennsylvania. Thank you, Heather. Giving a boost to student and teacher literacy in wireless technology, the ARRL has selected 7 schools to receive grants from its Education and Technology Program for the academic year 2015-2016. The schools are Akron STEM High School, Akron, Ohio, Liberal Arts and Science Academy High School, Austin, Texas, Life Christian School, Aloha, Oregon, Rock Canyon High School, Highland Ranch, Colorado, Southport Elementary School, Kenosha, Wisconsin, Wink High School, Wink, Texas, and Yucaipa High School, Yucaipa, California. The application deadline for these grants, which are given annually, is November 1st. The grants encourage the use of amateur radio to explore radio science and electronics and focus on lessons in math, science, engineering, and technology through hands-on activities. So far, 579 schools have received support from the ARRL program, which comes in the form of research grants or equipment. Two special events that had been set for late 2015 are being rescheduled following their cancellations. The popular Iron Ham Contest, which was to have marked its 4th year, was dropped from the calendar after organizers noted how congested the bands already were with various competitions at year's end. The worldwide 3-mode contest, inspired by the Sporting World event of the same name, is a 24-hour 3-mode contest that has amateurs operating on SSB, CW, and RTTY. Adelano Ohms, PY5EG, one of the Brazilian amateurs involved in the organizing, said the 2016 contest would be announced at a later date. And Eris canceled its late December slow scan TV event aboard the International Space Station. The move was the result of what organizers called complications in planning. The good news is that the wait won't be quite as long for this event. Eris has said it is looking to reschedule the slow scan for mid-January 2016. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 3 januari 2016. Ik heb me nog steeds niet vergist, vorig jaar gebeurde dat herhaaldelijk. Maar het is 2016, dit is het bulletin van zondag. We beginnen trouwens vandaag met 2 historische fragmenten. Eerst de eerste 15 seconden van PI2NOS op 1 januari 2013. En daarna de eerste 15 seconden van PI3UTR op diezelfde datum. PA2PBK. Thank you, Alpha Romeo. Dit is PE1RJV. Iedereen een hele goede avond. Een heel goed en radioactief 2013 toegewenst. PI3UTR is bij deze geopend en voor iedereen bruikbaar. Dus PE1RJV. Ja, Roger, Paul, ontvang hier, PD4 ROB, gefeliciteerd. In
het weekend zenden de Remedies in het Engels. We hebben Contestia vandaag en ook een plaatje in SSTV met BW12. Het heeft te maken met zeezenders. Welcome to the English Weekend Bulletin of the Daily Minutes. As we stated yesterday, no propagation bulletin was issued, so with the help of the Amateur Radio Newsline and VK1WIA, we will have some news items for you today. We also have Contestia today with the usual properties of 125 bandwidth 8 tones and central frequency 355 Hz, and we will also have an SSTV picture in BW12 at the end of the bulletin. The National Institute of Amateur Radio in India has had a busy calendar, one that included a major conference as well as a police department training session back-to-back. Attending the 2015 Applied Electromagnetics Conference in Assam, India, NIAR's Executive Vice Chairman and Director S. Ram Mohan, VU2MYH, led a panel discussion on establishing communications during major disasters that knock out conventional means. Later, using the special call sign 8T5APS, he was joined by Jose Jacob, VU2JOS, in demonstrating how a ham radio station works. The conference held at the Indian Institute of Technology was attended by students and staff of the school as well as delegates throughout India. The NIAR hams also led an amateur radio awareness program for law enforcement officials at the Assam Police Radio Organization Training School in Guwahati, Assam, demonstrating HF as well as PACTOR communications. Operators and technicians who work for the police department are to be trained in various modes of radio communication, including Morse code. The Radio Society of Great Britain believes the growth of amateur radio in the UK is at risk as a result of insufficient primary allocations on the spectrum. Speaking in the UK Spectrum Usage and Demand second report released December 18th, the RSGB noted that without primary ham radio allocations between 400 MHz and 24 GHz in the UK, confidence, investment, and growth of ham radio is severely restricted. According to the RSGB, this creates a particularly difficult situation for Earth, Moon, Earth, narrowband terrestrial systems, and satellite transponders. The Society recommended adding to the spectrum to enable experimentation along with an expansion of digital voice. The Society would also like to see space for an extension of digital TV, new data modes, and higher data speed technologies. The forum is a sounding board on long-term spectrum issues for the government in the UK and for Ofcom. Looking to DX, Rob, DL7VOA, is on the air from Vanuatu in the South Pacific until January 13th using the call YJ4AO, mainly during the local evening and night hours, QSL to his home call. Stefan, DF8HS, is active as DF8HS/P from Furman Island until January 11th, working SSB, RTTY, and PSK on 80 through 10 meters, QSL via his home call sign, via the Bureau, or direct. Harry, JG7PSJ, is operating as JD1BMH from Ogasawara until January 9th. He's active on all bands and using SSB, CW, and RTTY. Send QSLs to his home call. Bernhardt, DL2GAC, is preparing to work as H44MS on a DX vacation in Honiara, Guadalcanal, in the Solomon Islands between January 19th and April 14th. He'll be on 80 meters through 6 meters and possibly 160. He's working SSB only. Send QSLs to his home call or via the Bureau. Andrea, HB9DUR, is working as EX/HB9DUR from Bishkek in Kyrgyzstan until January 8th. He's working holiday style on all HF bands, but primarily the higher bands. QSL via his home call direct or via Club Logs OQRS. Welcome to the new year. I'm Graham, VK4BB. This is WIA and the National News Service for week commencing January 3rd, 2016. And a boy unconscious after hoverboard accident. A teenager is in a Sydney hospital after falling off his new hoverboard. The 16-year-old was knocked unconscious whilst trying out the board and had to be rushed by ambulance to a waiting rescue helicopter at Eleanora Heights on Sydney's northern beaches. These new tech, high-tech hoverboards look like skateboards but with larger wheels and are designed to mimic the levitating boards which featured in the smash hit Back to the Future 2. They've been a popular item for youngsters this Christmas and can cost up to $2,000, but they don't actually hover, or do they? In the USA, seconds after Dimitri Popescu first levitated about a foot off the ground at his aerospace company's warehouse, he fell to his knees and screamed, "We've really done it." He and his colleagues at Arca Space Corporation had built a mattress-shaped vehicle that hovers in midair and,
when its stabilizing features are switched off, allows riders to surf on the thrust of 3 dozen high-speed fans. These spin at 45,000 rotations per minute. The board levitates vertically off the ground, much like a Harrier jump jet. Like the other so-called hoverboards, it's powered by a lithium-ion battery. No, it's not the first actual hoverboard, but unlike the concept device unveiled by luxury automaker Lexus in June, until now the closest anyone had come to a levitating board, this one is for sale. Slated for delivery in April, the company is taking pre-orders for the nearly $2,000 US device. Hospital emergency rooms, beware. Aussie balloons are a delight for trackers. The high-altitude Pico balloon PS57 launched from Melbourne December 12 is expected over South Africa, with stations there already tracking the flight. Meantime, Andy VK3YT reports the earlier PS56 balloon has now completed its second navigation of the Southern Hemisphere, despite a catastrophic failure of its GPS tracking, and is still floating. For information on how it's being done, see the text edition of last week's VK1WIA broadcast. A lot of interest is being attracted by the PS57 balloon with its solar-powered payload of a 25 milliwatt transmitter on Whisper and JT9. Its movement has been closely tracked and reported at more than 9,000 metres in altitude by data transmissions heard in the US and Canada. The tiny party-type balloon slowly floated over Colombia and Venezuela, then the Atlantic Ocean, around the northern end of South America, going parallel to the coast until Rio de Janeiro. By last Wednesday, it had turned east, heading for South Africa, closely watched by at least 4 trackers in ZS land, where it is expected to exit on its final circumnavigation leg to Australia. The latest launch by Andy VK3YT is PS58 that has taken an inland route over East Victoria and is now off Queensland over the Coral Sea. Meantime, a larger scale, Project Horus has floated a Japanese-made red-coloured weather balloon over Adelaide, with its up-and-down flight to test telemetry before really hot weather returned. Mark VK5QI and David VK5DGR deemed it a success. Others helped in the tracking of it as well. When it came down, landowners disabled electric fences, opened gates, and a flock of sheep looked on curiously as some direction finding of the Ritty payload found it perched 2 metres up in gum trees. Another Project Horus flight was expected in this round of tests, reported on the Australian Radio Experimenters Group website, areg.org.au. Both the Pico balloons by Andy VK3YT and Project Horus are to be the subject of a 2-part feature article in the WIA journal Amateur Radio Magazine. Weet jij eigenlijk wat smerige piraten zijn? Ja, dat is een gewas. Net als asperges. Oh. Als je die uit de grond trekt, dan zijn ze nogal smerig. Even een straal water eroverheen. En dan is er niets meer aan de hand. Dan zijn het schone piraten. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 januari 2016. Dit is het bulletin van maandag. Contestia hebben we zoals altijd met de bekende parameters en een plaatje met SSTV BW12 aan het eind. Gisterochtend om 11 uur vond de 1500ste Doetinchemse koffieronde plaats. Na de uitzending gisteren heb ik even aan Ben PA2OLD gevraagd hoe dat gegaan was. Microfoon naar Ben, PA1500D, KR, de Doetinchemse koffieronde. En hoe is het gegaan vanochtend? PA0, Echo. PA1500DKR en DKR staat voor Doetinchemse koffieronde en 1500 voor de 1500ste aflevering.
Ik heb wel nog wat video opgenomen. En daar hoor je uiteraard wat er gebeurt in een stukje in de ronde. Ja, hoe ging het? Nou, het ging bijzonder goed over de gehele dag, zeg maar. En dat duurde tot 1:30. Vanaf 10 hadden we 60 inmelders. En ik vind dat een uitstekend resultaat, Johnny. Kijk, de eerste dag had ik ook al een aantal inmelders. Er waren er niet zoveel op verschillende repeaters, 15. En dan gaan we nog door tot 28 januari met die call. En dan kijken we wel even hoe het verder gaat. Maar de dag zelf was zeer geslaagd. Ik hoor alleen maar leuke berichten van amateurs die mee hebben gedaan. Ook amateurs die wel luisteren, maar nog nooit hebben ingemeld die dat wel deden. En amateurs die vroeger ooit mee hebben gedaan in de Achterhoek, die zich dan ook inmelden. Dat was toch ook wel leuk, hè? Ja, het ging dus leuk. En ja, het was gewoon wel een ouderwetse ronde. Het was niet inmelden en de volgende. Dat hebben we niet gedaan, John. En de ronde werd in het midden geleid, zeg maar, de eigenlijke ronde door PD 0 NPA. Op hobbysco.nl is het verhaal te lezen, een kroniek bijna, van het niet zo weinige dat er in het jaar 2015 aan de repeatersystemen met onder andere PI3 UTR en PI2 NOS heeft plaatsgevonden. Erg leuk leesvoer op hobbyscope.nl dus, en scope schrijf je met een C. Er is helaas nog steeds bijzonder weinig nieuws. Om die reden herhaal ik hierna een groot gedeelte van de uitzending precies een jaar geleden, toen er klaarblijkelijk wel veel nieuws was. De Daily Minutes van zondag 4 januari 2015 dus. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 januari 2013. Dit is het bulletin van zondag. Ja, deze week was er geen propagatiebulletin van de RSGB, dus dat is deze week helaas overgeslagen. PLM gaat binnenkort zijn dualband radio hotspot uitleveren. Deze werkt door middel van een printplaatje, een Arduino en een Raspberry Pi. Dit in tegenstelling tot de DV Mega... Hoe heet dat ding? Die staat hotspot, nee, DV. Nou, ik ben het even kwijt. Ik heb er zelf een. Maar in ieder geval, die werkt met alleen een Raspberry Pi. Deze werkt ook met een Arduino. Deze unit zal later onderdeel worden van de transceiver voor digitale modus die GUZ gaat brengen. Een andere module die daarvoor nodig is, de AMBE 3000 module, was een paar maanden geleden al aangekondigd, maar is momenteel nog niet verkrijgbaar. De nieuwe dualband radio hotspot is in de webshop op... Nou, ik blijf me verspreken. In de webshop op dvmega.aurea.nl te bestellen voor het bedrag van €85. Dat is exclusief de benodigde Arduino en de Raspberry Pi. De website digitalvoice.be/nl meldt een bedrag van €145. Maar ik ga ervan uit dat dit bedrag inclusief is. Op 70MHz.org is te lezen dat de toestemming in Tsjechië voor het gebruik van de 4 meter band in 2015 is verlengd. Daarnaast heeft Finland een ononderbroken stuk van 70.0 tot 70.300 MHz tot zijn beschikking gekregen. In Scandinavië bestaat de 70 MHz band meestal uit een aantal kleine stukjes frequentieband. In Finland is dat dus nu één groot stuk band geworden, zij het nog wel 200 kHz kleiner dan de Nederlandse allocatie. De band is overigens in de meeste landen kleiner dan 500 kHz. Vaak ook een heel stuk kleiner en ook een 70 megahertz. Nog lang niet overal in IARU Regio 1 voor amateurs beschikbaar. Vrijwel overal is dat op secundaire basis. Ja, en ik heb ze al een tijdje niet meer in de uitzending gehad. Maar etenpiraten.com meldde dat er een abrupt einde was van de Ster van Twente. En dat meldde ze op 28 december. Er was rond de kerst al een aantal dagen op 94.5 muziek te horen. En opeens werd het heel stil op de frequentie. Al snel bleek agentschap Telecom aanwezig te zijn, bijgestaan door een tweetal politieauto's. Nou ja, zenderbijbehorende attributen. Die waren geplaatst in een zeecontainer. Ondanks deze maatregelen was het niet moeilijk om de stuurzender en de tussentrap te ontmantelen. En nou ja, goed, het lijkt erop dat deze actie van AT een einde heeft gemaakt aan de 2014 editie van de uitzendingen van de Ster van Twente. Ja, een ander bericht dat is dat in de nacht van 28 op 29 december een studio is opengebroken en dat er allerlei apparatuur is ontvreemd. Behoorlijk wat als ik het zo zie. Verderop op de site, daar staat een foto van een blauwe VW T5 die gezocht wordt in verband met de inbraak in Losser. Dat heeft er waarschijnlijk iets mee te maken. Er staan een aantal kenmerken op de site. En ja, ook het oprollen van zo'n zender is natuurlijk vervelend, maar een inbraak, dat is helemaal niet leuk.
Ja, daarnaast was er het bericht van vandaag bij de zender SAP. Om 11:40 iemand van Agentschap Telecom aanwezig geweest. En het station draaide vanuit Sint-Anna-parochie, dus in Friesland. Op het moment was de uitzending nog bezig op 98.2 met een geschat vermogen van wel 14 watt. Er is niets in beslag genomen en het is nog onbekend wat de boete zal zijn. De verwachting is dat de boete zal meevallen omdat de gebruikte frequentie nergens in de regio in gebruik is bij legale stations. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Ik zag verder nog een opmerkelijk artikel dat te koop is in de dump webshop militariaforyou.com. Die zit in Zutphen. Het betreft hier een stoorzender type ECM-FSS209. Het apparaat is geschikt voor de lage VHF-band en bereikt dus ook onze banden 50 en 70 MHz. De tekst meldt dat het een apparaat voor opleidingsdoeleinden betreft in zeer goede staat en er worden ergens vermogens van 100 en 400 watt genoemd. Het ding in een kast van 27,5 bij 20 bij 27 centimeter is te koop voor een bedrag van krap €50. Je moet het heel goed lezen om te zien wat het voor apparaat is, maar het betreft hier een apparaat waarmee je de geluiden van stoorzenders die de Russen gebruikten voor gebruik bij militaire oefeningen met de microfoon van de deelnemende zendontvangers kunt meemengen, alsof ze dus gestoord worden. Het betreft dus een audioapparaat, maar wel eentje met een goede oud-ijzerprijs, want hij weegt 5 kilogram. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. Met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Heb je de Daily Minutes gemist of geen amateurapparaat? Dan probeer dan shorties.be/podcast, de website voor informatie bij de uitzending is pmlete.nl. En je kunt de uitzendingen eventueel mailen op het korte mailadres x@xdv.me. Wil je mijn nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl. Ja, vergeet zeker niet de website van de repeaters. Je kunt daar vinden hoe je deze fantastische en telkens maar weer uitgebreide repeatersystemen binnenkort met voor iedereen toegankelijke S-meter kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. Als je nou denkt, wat kwam me dat bekend voor? Je hebt vanwege een tamelijk gering nieuwsaanbod vandaag geluisterd naar de Daily Minutes van precies een jaar geleden, zondag 4 januari 2015. Volg nu het Slow Scan TV plaatje. Oliebollen te koop, het zijn de laatste. Pas maar op, dit waren de eerste die we gebakken hebben op 1 januari 2015 al. Inderdaad, ze zijn keihard. Dan gaat er 2% dus van de prijs af. Oliebollen, oliebollen met rabatt. Möchtest du dann nicht lieber mal ein Glühwein versuchen? Heiße Glühwein, nur 5 euro. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 5 januari 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Contestia hebben we zoals altijd in een plaatje met SSTV, BW8. Dus let op, dit keer niet BW12, maar BW8. Ik ben niet helemaal zeker of de Contestia lukt trouwens, omdat ik vrij laat ben met de uitzending om even aan te geven. Het is 6:30 nu ik hier aan begin. Laten we eens even kijken of de nieuwsstroom weer een beetje op gang wil komen. Al eerder berichten over het feit dat Tentec niet uitlevert, maar ook de betalingen gelukkig niet in. De nieuwe eigenaar die Tentec heeft gekocht, ja, zonder de verplichtingen van het bedrijf voor wat betreft de betalingen, is het bedrijf Dishtronics. John Henry, KI4JPL, die vroeger ook voor Tentec heeft gewerkt,
werpt zich op als degene die de publiciteit rond de nieuwe eigenaar verzorgt. Op southgatearc.org valt een hoop te lezen over de nieuwe weg die Tentec aan het inslaan is. Een van de eerste dingen die opvalt is dat er voortaan fors moet worden betaald voor bijvoorbeeld reparaties. Ook zonder dat er wat aan een defecte zendontvanger gebeurt, anders dan het deksel openmaken, moet er vanaf nu $140 worden afgetikt. Verder kost het repareren $125. Dus je moet er rekening mee houden dat een reparatie eigenlijk nooit minder dan $265 kost. Mensen die hun apparatuur al ingestuurd hebben, maar die zoveel geld niet willen betalen, kunnen hun apparaat terugkrijgen als ze tenminste de verzendkosten willen betalen. En zo gaat het nog eventjes door. Als dit nodig is om het legendarische bedrijf overeind te houden, is het misschien nog niet eens zo heel erg duur betaald. Tentec sukkelt ondanks meerdere gedurfde en erg innovatieve ontwerpen op bijvoorbeeld het gebied van SDR de laatste tijd al langer en lijkt van eigenaar naar eigenaar te gaan. Meestal is dat een teken dat het toch snel af zal lopen met het bedrijf en dat is jammer. En verder is er niet zo heel erg veel opmerkelijk nieuws. Het is nog een beetje de week na oud en nieuw. En dus beginnen we maar aan de al aangekondigde korte serie over de historie van de piratenzenders in Nederland en daarbuiten. Een piratenzender, een zendpiraat, een etenpiraat, een radiopiraat of een geheime zender is volgens de definitie een radio- of televisiezender die zonder zendvergunning of zonder toestemming uitzendt. Vaak op regionale schaal vanuit geïmproviseerde studio's. Dikwijls wordt hiermee gerefereerd aan de zeezenders die in de jaren 50 tot en met 90 vanaf schepen en installaties zoals Booreilanden en Zeevoort op de Noordzee buiten de territoriale wateren naar diverse landen uitzendingen deden. Goed beschouwd waren de zeezenders geen piraten in de zin van de wet. Er was immers geen wet die het uitzenden vanaf de Noordzee verbood in die tijd. Naast de piraten die muziek uitzenden, kent men ook de piraten die door middel van een algemene oproep, een CQ, enkel verbindingen, zogenaamde QSO's, proberen te leggen met andere piraten. Net als de zendamateur, maar dan zonder de benodigde vergunningen. Vaak gaat dit samen met de X'en, het beluisteren en het beluisteren van verafgelegen zenders. Piraten worden als een probleem beschouwd als ze met veel te groot vermogen en slecht afgeschermde apparatuur uitzenden. Hierdoor kunnen reguliere radio-uitzendingen, andere toepassingen van de ether, maar ook video en andere apparatuur in de omgeving aanzienlijk worden gestoord. Vroeger werd bij optredende klachten dan de PTT radiocontroledienst ingeschakeld die de piraat met radiorichtingzoekers opspoorde, waarna de apparatuur werd ingenomen, al dan niet met een flinke boete die werd uitgedeeld. Tegenwoordig wordt dergelijke opsporing en handhaving door agentschap Telecom uitgevoerd. Sommige luisteraars zijn sterk aan zendpiraten gehecht, vaak omdat deze een bepaald soort muziek uitzenden die naar de mening van veel liefhebbers te weinig gewaardeerd wordt door officiële radiostations. Ten tijde van de zeezenders was dit vooral de toen moderne popmuziek, later was het vooral het levenslied en polka's dat bij de piraten meer aan bod kwam dan bij de andere zenders. Etenpiraterij is een fenomeen dat al snel na de lancering van de radio ontstond. In Europa werden er in de jaren 20 van de 20e eeuw staatsomroepen of omroepbestellen ingericht. In de Verenigde Staten was er enige tijd een ongecoördineerde en chaotische periode waarbij veel lokale pioniers in hun stad middengolfradiozenders bouwden, al snel betaald door reclameinkomsten. Die zenders voerden in hoog tempo hun zendvermogen op om zo hun luisterbereik te vergroten. Daar begingen ze steeds meer elkaar onderling storen en na diverse rechtszaken werd ook in de VS het spectrum geordend. Regeringen stelden radiocontrolediensten in die toezicht gingen houden op correct gebruik van de ether. Het zonder vergunning of buiten de vergunningsvoorwaarden uitzenden met een te hoog vermogen bijvoorbeeld of te hoog geplaatste antenne of buiten de aangewezen uren wordt aangeduid met etherpiraterij. Omdat met commerciële radio geld verdiend kon worden, maar met de coördinatie tussen regeringen de toegang tot radiofrequenties beperkt werd, is er voortdurende druk geweest van ondernemers om buiten de gereguleerde omroepsector toch een zender te starten. Bijvoorbeeld door een zender op een boorplatform of een schip buiten de territoriale wateren te installeren. Volg nu het Sluis Kent-TV plaatje in BW8, dus niet BW12, maar BW8.
Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xtv.me. CQ Bonaire. Kun je niet veel beter CQ Venezuela doen? Dat is een veel groter land, dus ook een veel grotere kans dat je dat met je radiostraal dat gebied een beetje raakt. Und es gibt selbstverständlich auch so manche Deutschsprachigen in Venezuela. Nou, ik heb gehoord dat er op Bonaire heel veel experts zitten. Het gaat sowieso niet werken, want volgens mij zit je in de CW-band te roepen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 6 januari 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag komt Testia met de gebruikelijke waarde, maar met een bijzondere test. Zet hiervoor het geluid naar FL Digi toe niet te zacht, zodat het beeld van de waterval niet heel donker is. Let vervolgens bij het begin van het Contestia-signaal op de plek in de waterval bij 355 Hz, waar het Contestia-signaal zit. De SSTV-afbeelding voor vandaag is weer BW12. Het nieuws ligt nog steeds niet echt voor het oprapen, maar er zijn zeker een paar nieuwsitems. Het kan wel eens even wachten zijn voordat je na je zendexamen eindelijk het felbegeerde papiertje in huis hebt. Ik herinner me dat dat in mijn geval destijds zo'n 6 weken duurde. India staat erom bekend dat ze een enorme administratieve cultuur hebben. Ze houden daarvan papierwerk, daar achtergelaten door de Britten overigens. En om aan te geven hoe ver dat soms kan gaan, deze week ontvingen 3 geslaagde zendamateurs uit India op dezelfde dag hun zendmachtiging, waarvoor ze dus 25 jaar geleden het zendexamen hadden gehaald. Volgens southgatearc.org, die het item publiceerde, was dit in de amateurwereld inderdaad dus een record. Ik kijk voor de uitzending ook wel eens naar de websites van de handel om te kijken of er nieuwe dingetjes zijn. Vooral dumpstores vind ik natuurlijk erg leuk, Voor het eerst in tijden heeft Baco weer wat zendapparatuur voor de zendamateur. Jammer genoeg zijn de Kenwood en Motorola mobielefoons voor VHF, die ze lange tijd leveren, alweer een poosje uitverkocht. Het gaat om de Racal Cougar, een legerapparaat voor de lage VHF-band. Hij werkt tussen 66 en 88 MHz en ze worden getest afgeleverd met 10 kanalen geprogrammeerd tussen 70250 en 70450. Er komt 20 watt zendvermogen uit en de apparaten die zonder microfoon, maar met aansluitschema daarvoor geleverd worden, kost het €39. Voor de apparaten zijn ook accessoires te koop, onder andere een afstandsbediening, een laadkabel, een luidspreker, om te vinden op Baco-armygoods.nl. Ik zal nog even volledig herhalen, want ik zei het niet helemaal goed. Baco, dat schrijf je met een C en dan een minteken en dan Army en dan nog een minteken en dan goods.nl. Dat is leuk, want het lijkt er een beetje op dat 70 MHz weer wat aan, aan belangstelling aan het winnen is. P3ANG is trouwens net als ik een fan van kleine UQRP-apparaatjes. Johan ontdekte een apparaatje dat ik nog niet kende, dat zegt wat. Nou ja, ontdekte hij, bestelde er ook meteen maar een. De Mountain Topper. Inderdaad een erg leuk toestelletje met een mooie etui waar hij in gaat. Op Oudjaarsdag schreef Johan hierover in zijn blog met een footprint van slechts iets groter dan een creditkaart en een dikte van 2 centimeter een 3-wanden CW transceiver voor 40, 30 en 20 meter. Zo schrijft hij dus. En Johan die gaat verder. Ik werd zoals wel vaker door een tweet verwezen naar een op YouTube geposte video over dit prachtige wondertje ontworpen door Steven Weber, KD1JV. Steven is een rasechte QRP-ontwerper die voor Hendrix Kits werkt, een bedrijf dat tegenwoordig Pacific Antenna schrap QRP Kits heet. De MTR-3B is een verdere ontwikkeling van de PFR-3B, die weer gelijkenissen vertoont met de Aircraft KX1. Deze laatstgenoemde transceiver heb ik een tijd lang in bezit gehad, 2 keer zelfs, en vaak meegenomen op vakantie, zoals naar Curaçao. En ik vond de KX1 toen al extreem portable. Deze Mountaintopper 3B, geleverd door LNR, is echter nog veel kleiner, met in feite dezelfde mogelijkheden. Oké, de antennetuner ontbreekt, maar verder dezelfde, zo niet betere specificaties en een sublieme gebruiksvriendelijkheid. Ja, Johan heeft geen aandeel hoor. Bij het doorontwikkelen van de PFR-3B is blijkbaar de stelregel geweest, hoe meer we weglaten, hoe beter. Dus geen volumeregelaar, geen groot display met S-meter, geen schakelaars met schakeldekken of relais, geen draaiknoppen voor het afstemmen, geen variabele filters en geen regelbare RF gain. Allemaal niet nodig als je extreem portabel wilt zijn met een laag stroom.
stroomverbruik. En daar zijn ze volgens mij goed in geslaagd. De user interface is geweldig, zo schrijft Johan. Ik was na een uurtje spelen al helemaal vertrouwd met de mogelijkheden van dit kleine wonder. HF technisch is de MTR-3B ook fantastisch. Een vast 500 Hz filter en voldoende audio op een koptelefoon of op een oortje. Stations kun je er prima uithalen op een drukke band en al snel waren de eerste verbindingen gemaakt. En ja, inderdaad, met slechts 2,5 watt op een resonerende antenne. Batterij gevoed met een 9 volts blokje. De speciaal aangeschafte Palm Pico pedal past ook perfect op de set. Ja, set tussen aanhalingstekens. Er komt dus uit dit kleine setje een bijzonder groot vermogen. Let wel, gevoed door een 9 volts batterijblokje komt er 2,5 watt uit. Op 12 volt is dat 5 watt, maar dat wordt niet aanbevolen. Hij werkt overigens al bij 6 volt. Het apparaat heeft dus de volledige 40, 30 en 20 meter banden. Ontvanggevoeligheid is 0,2 microvolt. En het lieve apparaatje is dus 9,5 bij 6 bij 2 centimeter groot en weegt 115 gram. Ja, dit is echt iets wat ik zelf ook leuk vind. Johan is er dus wild enthousiast over. Het apparaatje ziet er inderdaad niet gek uit. Als je nieuwsgierig bent, ga dan naar www.pa3ang.nl. PA3alfanovembergolf.nl. Er staan behalve foto's ook meerdere filmpjes van het apparaatje. Volgt nu het SSTV-plaatje in BW12 vandaag weer. Het volgende op www.pa0ete.nl staat het filmpje met daarop het effect daarbij Contestia, waar ik begin van de uitzending op wees. Aanvullende informatie bij de uitzending is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xtv.me. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 januari 2016. Dus het bulletin van donderdag. Eerst een korte mededeling. Als je FL Digi gebruikt, zet dan rechtsbovenaan RXID aan. Als je op de knop hebt gedrukt, gaat er een groen lampje aan. Dat heeft te maken met een test vandaag. RXID dus, rechtsbovenaan bij FL Digi inschakelen. Hoewel de letters die ik gisteren in de waterval van het Contestia-scherm had staan bij mij perfect doorkwamen, was dit zeker niet bij iedereen het geval zoals bleek. Vandaag daarom opnieuw voor de Contestia wat letters in de waterval, maar wel iets korter dan gisteren. Die tekens in de waterval zitten standaard in FL Digi. Voor wie het wil proberen, bij de settings ID kiezen en dan het tabje video. Deze aanduiding die eigenlijk op iedere waterval zichtbaar zou moeten worden, is omdat je eigenlijk niet door te luisteren vast kunt stellen welke variant van bijvoorbeeld Olivia of Contestia je op dat moment beluistert. Hiermee kun je dat dus eenvoudig in het watervaldisplay zien. Over de gebruikelijke Contestia hebben we vandaag ook weer een fotootje in SSTV moet ik zeggen. Dit keer de Mi Amigo. Roestig en wel, een paar maanden voordat dat schip aan de zeebodem afmeerde. Heathkit in feite niet meer bestaand, Tentec in de problemen en nu stopt Ramsey er ook nog mee. Een paar weken geleden hadden we het op de repeater nog over Ramsey omdat het bedrijf kleine middengolfzenders verkoopt. Ik heb zelf nog een QRP-zendertje voor 20 meter van ze. Bouwpakketten van Ramsey zijn erg goedkoop. Na meer dan 40 jaar stopt het bedrijf er dus mee. Sterker nog, ze hebben de deuren op 1 januari al gesloten. Ooit begonnen met bouwpakketjes voor knipperlets boden ze door de jaren heen zaken aan als eenvoudige amateurzenders en amateurontvangers. Maar ook bijvoorbeeld luchtvaartontvangers, allemaal in kitvorm. Ze doen het netjes, want de garantie op de kits die tot 1 januari zijn verkocht blijft gewoon geldig en ook blijven ze technische ondersteuning bieden bij de bouwpakketten. De restanten van de voorraad bouwpakketten biedt het bedrijf inmiddels zonder garantie te koop aan op Amazon. Hamnieuws.nl merkte op dat er weer een nieuw overzicht van AT is met de uitgegeven ATOS. Dat is de laatste tijd per maand.
Ja, gisteren had ik Baco in de uitzending met een Racal product. Dit keer een iets duurder apparaat bij armyradio.com in Engeland, ook van Racal. De VRM 5080, gemaakt voor gebruik op een tank. Werkt van 30 tot 76 MHz, dus ook voor 4 meter band. 50 watt output, frequentieinfo met een toetsenbord en een LED display. Het apparaat is volledig bestuurbaar via RS-232. Ze worden verkocht in werkende staat voor 134,50 Engelse ponden. Ik weet niet hoeveel dat in euro's is, maar dat is ruim $208. PDF van een technisch manual, het staat erbij. Verder hebben ze ook luchtvaartradio's, bijvoorbeeld de STR-37E van 116 tot 136 MHz en zendontvanger voor £150 en dat komt overeen met $232,50. Leuke site om eens uitgebreid te snuffelen of inderdaad wat te bestellen, armyradio.com. Peter PA3PM meldt op ham-dmr.nl dat PI4AA morgen, vrijdag dus, met een DMR-onderwerp komt waar hij aan meewerkt. PI4AA is morgen van 2100 uur te beluisteren via PI2NOS in het midden van het land op 145.325 en op 7073 kHz op 40 meter plus minus QRM. Ja, en iedereen publiceert dit soort dingen direct na het verspreiden van het persbericht. Ik breng dat soort nieuws liever kort voor de tijd. Aanstaande zondag wordt er weer een vossenjacht gehouden van de afdeling Amersfoort. Dit keer betreft het een sputnikjacht op 2 meter. Voor een vossenjacht is het belangrijk een werkende pijlontvanger met goede batterij, lineaal en kompas mee te brengen. Enkele ontvangers zijn ook beschikbaar bij de organiseerders. Nou zeg, voor degene die zelf geen ontvanger heeft. Hoe noem je die mensen nou? Nou, de organisatoren, precies. De jachten worden gehouden op het landgoed Den Treek Henschoten. Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over de bestaande paden. Lopen mag dus ook uitsluitend over de paden en wegen. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Ik weet dat ze uit alle hoeken van het land hierheen komen. Dat is wel erg leuk. Ons doel is om eenvoudige vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op pijlvaardigheid. Aanmelden kan vanaf 12:30 uur. Gestart wordt er om 1300 uur en de tijdsduur van de jacht is ongeveer 120 minuten. Staat verder nog onder, de jachten worden geannuleerd als het sterker dan 9 voor waait bij hevige regen of sneeuw en een weeralarm, bijvoorbeeld bij IJssel of de voorspelling van IJssel. Ja, tamelijk zinloze meldingen, die meldingen over het weer. De jachten bestellen, zoals het bericht ook meldt, altijd goed weer. En het is een enkele keer wel eens misgegaan, want het was toen er een sukkeltje vergeten was om het goede weer te bestellen. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Blokbaan. Die tekens in de waterval zitten standaard in FLDIVI. Blokbaan. Behalve de gebruikelijke contestieke. Nou zeg. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 8 januari 2016. Dus het bulletin van vrijdag. Zet als je FLDIGI gebruikt om te beginnen RXID aan. Dat knopje zit rechtsbovenaan. Als de functie is ingeschakeld, brandt er een groen indicatortje op de RXID-knop. Gisteren ging het niet goed met het pop-upje van FLDIGI. Ik was vergeten om die in het Contestia-bestand aan te maken. Achteraf uitzenden wilde ook niet, omdat ik een denkfoutje maakte waardoor er geen audio werd uitgezonden.
Vandaag dus een nieuwe poging, Contestia 125B8 op 355 hertz zoals altijd. Dit keer zonder letters in de waterval, maar hopelijk wel met het Reed Solomon ID pop-upje. Dom genoeg verschuift de ID, de ontvangstfrequentie, als je niet oppast, met 2 hertz. Let dus op of FLDG nog op 355 hertz staat en niet op 357 na ontvangst van de pop-up. Het verschuiven gebeurt niet als je in het Reed Solomon instelmenu en bij de knop LK rechts onderaan de frequentie op lock zet. Hoewel het pop-upje dan nog steeds onterecht 357 hertz blijft aangeven, maar FLDG blijft in ieder geval op zijn plek. Die kwestie gaan we nog nader uitzoeken. Als je trouwens zelf eens een tekst in Contestia wilt zien voorbij komen, dan kan dat. Stuur in dat geval een mailtje naar het korte mailadres x@xdv.me. De tekst kan maximaal ongeveer 75 woorden, oftewel 450 tekens lang zijn. Uiteraard moet het een uitzendbare tekst zijn. Ook luisteramateurs of meeluisteraars mogen uiteraard een tekst insturen. Sterker nog, misschien laat ik die zelfs wel voorgaan. Vergeet niet te vermelden of ik je naam, call, luisternummer erbij moet of mag zeggen. Het mailadres staat overigens ook op pnl.ete.nl. De aankoop van Tentec door Distronics is nu ook door ARRL.org bevestigd. Zoals eerder gemeld kocht Distronics Tentec van RKR Designs. RKR kocht minder dan een jaar geleden zowel Tentec als Alpha Amplifiers. Die laatste twee waren eerder al samengevoegd door het bedrijf RF Concepts. Eigenaar van Distronics is Mike Dishop, N8WFF. Hij vertelt aan ARRL dat de aankoop bij hem voor de lange termijn is. Dishops bedrijf bestaat al ononderbroken gedurende 17 jaar en is een stabiel bedrijf. Ook financieel stabiel. De visie van Dishop is dus zeer beslist de lange termijn, zoals hij zegt. De productie van Tentec apparatuur blijft onder het nieuwe eigenaarschap ook in Tennessee. Distronics is bekend als fabrikant van elektronische besturingsproducten en verder doet het ontwerp en ontwikkeling voor bedrijven die niet zelf die expertise in huis hebben. Het bedrijf is sinds 2001 actief op de amateurmarkt, hoofdzakelijk met versterkers voor het hoogvermogenssegment binnen de Amerikaanse amateurmarkt. Het bedrijf zal ook eigen nieuwe producten introduceren in mei van dit jaar, dus onder eigen merknaam, op de Hamvention in Dayton. Een volgende stap bij voldoende bedrijfscapaciteit is de eerste productiepartij van de Tentec Omni 7 Plus S. Dat is een Omni 7 met enkele kleine cosmetische aanpassingen en verbeteringen, zoals een plat metalen front voor betere afscherming. Daarnaast komt het bedrijf zo snel mogelijk met nieuwe firmware updates. Mike Dishop onderschrijft de informatie die John Henry JPL eerder al publiceerde. Hoge bedragen voor reparaties zijn ook bij alleen onderzoek aan een apparaat. En mensen die langer dan 5 minuten met een techneut van Tentec aan de telefoon praten of mailen, kunnen ook een rekening verwachten. Dit omdat de serviceafdeling van Tentec al jaren verliesgevend werkt. Ten slotte vraagt Dishop de amateurgemeenschap om geduld tijdens de omvorming van Tentec te hebben. Het bedrijf zal zeker weer winstgevend worden, maar het zal enige tijd vergen. Van Leo PR3ELQ kreeg ik nog een bericht over zijn afdeling regio 26 in Hoogeveen. In die regio wordt iedere zondagavond om 20:30 op 145-250 de tamboer ronde gehouden. Leo heeft als proef een stream in de lucht gebracht om daarop deze ronde live te kunnen verspreiden. Als eerste test zal Leo vanavond vanaf 9 uur ook de uitzending van PI4AA live streamen en aanstaande zondag dus de tamboerronde. Als het initiatief positief wordt ontvangen, dan zal Leo dit vaker doen. De stream is te beluisteren via de site van de afdeling Hoogeveen. En dat is a26.veron.nl. Dus nogmaals, a26.veron.nl. Op de landelijke site van de Veron is het jaarverslag van de ICT-werkgroep van de vereniging te vinden. Er wordt onder andere benadrukt dat afdelingen gratis een website kunnen krijgen in huisstijl die door de ICT-werkgroep vakkundig wordt beheerd. De enige kennis die je hoeft te hebben is dezelfde kennis die nodig is voor een tekstverwerker. Er zijn al 14 afdelingen die op die manier hun site beheren. De werkgroep die nu bestaat uit 7 personen zoekt nog 2 of 3 personen voor erbij. Onder andere wordt nog iemand gezocht met kennis over Linux, over PHP-MySQL en over het WordPress-platform. Er is weer een melding primair gebruik bijgekomen. Het betreft dit keer de regio Bunschoten. De mede-amateurfrequentie is verhuurd voor de dagen 18 en 20 januari de hele dag met 8 MHz bandbreedte op 2355 MHz. Zoals zo pas ook al gezegd, vanavond is er weer vanaf 2100 uur de uitzending van PI4AA op deze repeater op 145-325 en op 70-73 kHz plus minus QRM. Als slip van de luier om op te lichten kunnen we melden dat er in elk geval een onderwerp over DMR in zit.
Vanavond om 10:30 is ook weer de lange uitzending van PA00 Nieuws op PI3UTR met in elk geval de herhaling van alle dagelijkse uitzendingen van afgelopen week. Denk tenslotte nog even aan de gisteren al genoemde 2 meter Sputnikjacht aanstaande zondag in Leusden bij Amersfoort. Volgt nu het SSTV-plaatje in BW12. Schönen guten Abend, liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Hier ist Delta Foxtrot 0 Lima Oscar, die Clubstation der Redaktion Ostseerundspruch. Am Mikrofon ist DL9LBG. Ihr hört den Ostseerundspruch mit der laufenden Nummer 88 für die erste Kalenderwoche 2016. Im Ostseerundspruch hört ihr Meldungen, Tipps und Hinweise aus den DRRC Norddistrikten für die Ostseeregion Ostholstein, Lübecker Bucht und Nordwestmecklenburg. Die Redaktion hat Michael, Delta Lima 9 Lima Bravo Golf in Lütjenburg an der Ostsee. Und er ist hier für euch auch am Mikrofon der Rundspruchstation Delta Foxtrot 0 Lima Oscar. Diese Sendung wird am kommenden Mittwoch im Programm von SAT Zentrale Das Radio im Abendprogramm direkt im Anschluss von Radio DRRC noch einmal gesendet. In dieser Woche senden wir nur am Sonntag und zwar auf der 80 Meter Frequenz 3620 Kilohertz plus minus QRM, da das Bungsberg Relais Delta Bravo 0 Papa Charlie auf 439,100 MHz derzeit außer Betrieb ist. Deshalb entfällt in dieser Woche die Freitagssendung. Im internationalen Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News werden der Ostsee- und auch der Deutschlandrundspruch heute Abend auf dem Relais PI3UTR in der Nähe von Utrecht in den Niederlanden landesweit ausgestrahlt. Wir begrüßen auch heute wieder insbesondere die Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik und in Kanada recht herzlich, die uns via Echolink auf PI3UTR zuhören. Wir beginnen auch im neuen Jahr wie immer mit dem Kalendarium. Heute ist der 8. Tag des Jahres. Noch 358 Tage bis Jahresende. Ja, wer jetzt mitgerechnet hat, genau, dieses Jahr haben wir ein Schaltjahr. 366 Tage. Namenstag haben heute Severin, Erhard, Gundula und Heiko. Sonnenaufgang über der Lübecker Bucht war heute Morgen um 8.35 Uhr der mitteleuropäischen Zeit. Sonnenuntergang war heute Nachmittag um 16.12 Uhr MEZ. Somit war der heutige Tag 7 Stunden und 37 Minuten lang. Die Themenübersicht im Ostseerundspruch in dieser Woche. Neues vom Bungsberg-Relais und auch vom Kiel-Relais, also DB0PC und DB0KIL. Dann aktuelle Situation auf 50 MHz. Erneute Duldungsregelung steht noch aus. Dann haben wir einen Beitrag, problematischer Amateurfunkstörungsfall im Raum Eutin. Dann gibt es Änderungen bei UV-Abenden in unserem Sendegebiet. Dann noch eine Meldung aus Mecklenburg-Vorpommern. Radio Paradiso seit dem 26. November 2015 in Rostock auf Sendung. Dann gibt's einige regionale VHF-UHF-Konteste im Ostseeraum. Dann haben wir die Vorhersage der UKW-Bedingungen in der Ostseeregion. Und daran anschließend gibt's dann wie immer den aktuellen Deutschlandrundspruch dieser Woche von den Kollegen der Redaktion CQDL. Zum ersten Thema im Ostseerundspruch. Neues von den Relais Bungsberg und Kiel, DB0PC und DB0KIL. Das Bungsberg-Relais Delta Bravo 0 Papa Charlie ist weiterhin außer Betrieb. Inzwischen wurde festgestellt, dass das Problem
mit großer Wahrscheinlichkeit in der Transceiver-Hardware zu suchen ist. Aktuell ist noch kein Termin für die geplante Reparatur bekannt, somit kann sich die Wiederinbetriebnahme noch ein wenig hinziehen. Das berichtet der VUS-Referent im DRRC-Distrikt Schleswig-Holstein, Dieter DC5BT. Des Weiteren teilt Dieter mit, dass das Kiel-Relais Delta Bravo 0 Kilo India Lima Anfang des Jahres kurzzeitig ausgefallen war. Bereits am Donnerstag, den 7. Januar, wurde die Relais-Technik auf dem Kieler Fernmeldeturm vom Relais-Verantwortlichen Horst Delta Kilo 2 Hotel Uniform kurzfristig wieder instand gesetzt. Danke an dieser Stelle an Horst für seinen schnellen Einsatz. Aktuelle Situation auf 50 MHz. Erneute Duldungsregelung steht noch aus. Am 31. Dezember lief ja bekanntlich die Duldungsregelung für das 6-Meter-Band aus dem Jahr 2014 aus. Der Runde Tisch Amateurfunk, kurz RTA, hatte im vergangenen November bei der Bundesnetzagentur eine erneute Verlängerung dieser Regelung beantragt. Die Antwort steht derzeit noch aus, da zunächst der Primärnutzer dieser erneuten Duldungsregelung zustimmen muss. Der RTA steht im engen Kontakt mit der Behörde, um hier eine zeitnahe klärende Antwort zu erreichen. Möglicherweise können wir aber schon innerhalb der nächsten 2 Wochen mit einer neuen Verfügung in einem neuen Amtsblatt der Bundesnetzagentur rechnen. Auf Nachfrage beim zuständigen DRRC-Referat für Frequenzkoordinierung und bei den Kollegen in der Redaktion CQDL, welche Regelung für 50 MHz bis dahin gilt, erhielten wir folgende Auskunft. Bis auf Weiteres gilt die zuvor gültige Regelung aus der Verfügung 36-2006, Frequenzbereich 50,080 bis 51 MHz, Sendearten nur CW und SSB und 25 Watt ERP, also nicht mehr PEP, Antennenpolarisation horizontal. Außerdem gilt, zumindest theoretisch, formell wieder die Regelung der telefonischen Erreichbarkeit während des Sendebetriebes. In der Praxis heißt das für euch, achtet wieder darauf, dass ihr 25 Watt ERP einhaltet. Diese sind meist schon erreicht bei einer 3-Element-Yagi und nur 5 Watt an der HF-Buchse. Und bedenkt bitte, dass die untere Bandgrenze vorläufig wieder bei 50,080 MHz liegt, statt wie bisher bei 50,030 MHz. WSPR-Stationen sollten ihren Betrieb vorläufig einstellen, da diese Betriebsart in der Verfügung 36-2006, nämlich nur CW und SSB, nicht vorgesehen ist. Problematischer Amateurfunkstörungsfall im Raum Eutin. Der Funkbetrieb auf Kurzwelle, hier insbesondere der Empfangsbetrieb, wird zunehmend durch störstrahlende Schaltnetzteile, PLC-Modems, Plasma-TV-Geräte und so weiter, insbesondere in dicht besiedelten Regionen, erschwert. Einen besonderen Fall dieser Art von Störung bearbeitet derzeit der Funkmessdienst der Bundesnetzagentur Außenstelle Itzehoe und beschreibt, mit welchen Schwierigkeiten und Problemen die Mitarbeiter der Behörde bei der Bearbeitung konfrontiert werden. Erstmals im März 2015 traten bei einem Funkamateur in der Nähe von Eutin vor allem in den unteren Kurzwellenbereichen massive Empfangsstörungen auf, die einen regulären Amateurfunkbetrieb auf 80 und 160 Meter völlig unmöglich machten. Wir hier in der Redaktion konnten uns einen akustischen Eindruck von der Störung verschaffen. Es handelt sich um einen Störpegel, der sich auf der S-Meter-Skala auf S9 plus 30 dB bemisst. Nach einer Störungsmeldung im April 2015 konnte der Bundesnetzagentur Messdienst die Störungsursache, die aus einer benachbarten Wohnung herrührte, ermitteln. Es handelte sich dabei um ein Plasma-TV-Gerät älterer Bauart und es wurde festgestellt, dass dieses Fernsehgerät die maximal zulässigen Nebenaussendungen erheblich überschreitet. Dem Nutzer des TV-Empfängers wurde von der Behörde die Auflage erteilt, das Gerät umgehend außer Betrieb zu nehmen. Seit dieser Ermittlung im April 2015 ist der Funkmessdienst der Bundesnetzagentur insgesamt 6-mal zu erneuten Messungen vor Ort gewesen, die dann jedoch negativ verliefen, da zum Zeitpunkt der Messungen das störende TV-Gerät nicht in Betrieb war. Nach Aussagen des Funkamateurs schaltet der Nachbar ganz offensichtlich den Plasmafernseher aus, sobald er bemerkt, dass der Messdienst vor Ort ist. Dieses unkooperative Verhalten des Nachbarn erschwert die Störungsbehebung ungemein.
allgemein, da auf die Art keine Abhilfe geleistet werden kann. Der gestörte Funkamateur hat seitdem viele Stunden an seiner Funkanlage zugebracht, um die Zeiten der auftretenden Störungen zu protokollieren, wobei ihm befreundete Funkamateure aus seinem DARC-Ortsverband hilfreich zur Seite standen, um in einer Art Schichtdienstwache die Empfangssituation für weitere Störungsmeldungen zu notieren. Dies hilft jedoch alles nichts, da bei Anwesenheit des Messdienstes keine Störungen auftraten, was aber für eine direkte Abhilfe mit weiteren juristischen und exekutiven Maßnahmen Voraussetzung ist. Der störende Nachbar scheint sich über seine Zuwiderhandlung gegen die Auflage der Außerbetriebnahme seines TV-Gerätes durchaus bewusst zu sein. Laut Aussage des betroffenen Funkamateurs verweigert er den Behördenmitarbeitern den Zugang zu seiner Wohnung. Somit ist der Funkmessdienst der Bundesnetzagentur an die Grenzen seiner Möglichkeiten angelangt. Weitere juristische Schritte werden jetzt von der Bundesnetzagentur eingeleitet, was aber dadurch erschwert wird, dass bei Messeinsätzen vor Ort keine Störungen festgestellt werden können, da der Nachbar immer dann, sobald er wahrnimmt, dass der Funkmessdienst in der Nähe ist, die Störungen abstellt. Über die entstandenen Kosten der bisherigen Ermittlungen wurden keine Angaben gemacht. Diese mag sich jeder Hörer selbst überschlagsmäßig ausrechnen. Man kommt dann leicht mindestens auf einen oberen vierstelligen Eurobetrag. Diese hat natürlich nicht der gestörte Funkamateur zu tragen. Für weitere juristische Schritte müsste der betroffene Funkamateur jedoch in Vorleistung treten. Sobald sich Neuerungen in diesem Störfall ergeben, werden wir weiter darüber berichten. Änderungen bei UV-Abenden in unserem Sendegebiet. Nach einstimmigem Beschluss des Ortsverbandes Nortorf, Mike 16, finden die UV-Abende ab sofort im Gasthof Ritzebüttel in der Rendsburger Straße 11 in Nortorf statt. Der nächste UV-Abend im neuen Clublokal findet wie immer am letzten Mittwoch im Monat, also am 27. Januar statt. Wie bereits gemeldet, hat der Ortsverband Neumünster, Mike 09, ebenfalls ein neues UV-Lokal bezogen. Man trifft sich seit diesem Monat immer am ersten Mittwoch im Monat im Restaurant Pagoni, das ehemalige Café Scheffler, im Baumschulenweg Nummer 5 in Neumünster. Ebenfalls gemeldet hatten wir bereits, dass ab Februar 2016 die UV-Abende des DARC-Ortsverbandes Lübeck, Echo 03, im Clubheim des FC Dornbreite stattfinden werden. Das teilt der OVV Sven Delta Lima 8 Hotel Charlie Oscar mit. Das Clubheim befindet sich am Steinrader Damm Nummer 41 in Lübeck. Dort stehen dann auch wieder ausreichend Parkplätze zur Verfügung und die Bushaltestelle Bauernweg der Linien 2 und 12 befindet sich in ca. 150 Meter Entfernung. Dieter, Delta Foxtrot 5, Echo Alpha Delta, das ist der OVV des Ortsverbandes Schleswig, Mike 13, hat uns mitgeteilt, dass der Januar-OV-Abend wegen Betriebsferien der Gaststätte im Hotel Ruhekrug auf Mittwoch, den 13. Januar, verschoben wurde. Der OV-Abend beginnt um 20 Uhr. OV-Abend beim Ortsverband Schleswig also am 13. Januar um 20 Uhr im Hotel Ruhekrug in der Nähe von Lürschau. Bei dieser Gelegenheit weist Dieter Delta Foxtrot 5 Echo Alpha Delta darauf hin, dass auf den Fernmeldeturm in Schleswig mit Delta Mike 0 Sierra Lima DM0SL jetzt drei digitale Betriebsarten versuchsweise gleichzeitig QAV sind. DMR, C4FM und D-Star. Weitere Informationen findet ihr im Web unter www.afu-nord.de und auf der Webseite des Ortsverbandes Schleswig unter www.dl0sx.de. Radio Paradiso seit 26. November 2015 in Rostock auf Sendung. Aus dem alten Jahr haben wir noch zu vermelden, dass das Berliner Softpop-Programm Radio Paradiso seit dem 26. November in Rostock auf 89,7 MHz mit einer Strahlungsleistung von 320 Watt auf Sendung ist. Des Weiteren wird das Programm auf dem Fischland Dars auf 103,3 MHz ausgestrahlt. Regionalisierte Teile des Programms für Norddeutschland werden in Schwerin produziert. Bereits seit Mitte vergangenen Jahres ist diese Nordversion von Radio Paradiso auch in Hamburg per DAB Plus auf Sendung.
Regionale VHF-UHF-Konteste im Ostseeraum. Im DARC VHF-UHF-Kontestkalender finden wir für die kommende Woche folgende Wettbewerbe für unsere Region. Am kommenden Dienstag läuft wieder wie gewohnt ein NAC-Kontestabend, Nordic Activity, auf 70 Zentimeter. Mit dabei sein werden unsere Funkfreunde aus Polen, den Niederlanden, Großbritannien, Lettland und Litauen mit jeweils eigenen Aktivitätsabenden. Am Mittwochabend startet in Tschechien wieder ein Moon Contest, ebenfalls auf 70 cm, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr UTC. Beim Moon Contest gilt übrigens eine Leistungsbeschränkung von 50 Watt, damit sich auch einfacher ausgestattete Contest-Stationen Gehör verschaffen können. Und einen weiteren Nordic Activity Contest gibt es am Donnerstagabend, dann auf 6 Meter. Ihr wisst ja, Contestbetrieb auf 50 MHz ist in DL nicht zulässig, aber rufenden Stationen aus den benachbarten Ländern Pünktchen zu verteilen ist kein Problem. Achtet insbesondere auf die derzeit geltenden 6 Meter Regelungen. Vorhersage der UKW-Bedingungen im Ostseeraum. Die Wetterlage, ein herannahendes Islandtief, führt mit einer Südwestströmung wieder etwas mildere Luft in die Ostseeregion. Ein Höhentiefkern über Dänemark verstärkt diese Wirkung noch zusätzlich. Heute Nacht ist es wechselnd bewölkt, an der mecklenburgischen Ostseeküste können auch noch vereinzelte Schneeschauer fallen, in Ostholstein kann es aber auch aufklaren. Der anfangs noch frische Westwind lässt in der Nacht nach und die Temperaturen fallen auf Werte knapp unter dem Gefrierpunkt. Morgen ist es anfangs noch trüb mit vereinzeltem Regen oder Schneeregen, nachmittags kann sich aber auch hier und da die Sonne durchsetzen bei Temperaturen um plus 3 Grad. Der schwache Wind dreht auf Süd und frischt am Abend wieder auf. Mit angehobenen Tropobedingungen kann bei der derzeitigen Wetterlage in ganz Norddeutschland und Skandinavien nicht gerechnet werden. Damit, ihr Lieben, sind wir am Ende des Ostseerundspruchs angelangt. Das Ganze gibt's nochmal zum Nachlesen online bei uns auf ostseerundspruch.de. Die Sendung kann man dort auch als Podcast nachhören. Habt ihr Nachrichten aus euren Ortsverbänden entlang der Ostseeküste zwischen Kiel und Rostock und umzu? Fein, dann schickt doch eure Beiträge gerne der Redaktion Ostseerundspruch. Das könnt ihr tun per E-Mail an die Adresse dl9lbg@darc.de. Ihr braucht keine besonderen Formatvorgaben einzuhalten, einfacher formatfreier Text per E-Mail genügt. Telefaxe könnt ihr schicken an die Nummer 04381 902 4735 und eine Sprachmailbox ist auch geschaltet, auf der ihr eure Beiträge infonieren da lassen könnt unter der Telefonnummer 04381 Vorwahl von Lütjenburg und dann der Anschluss 410 9000 und nutzt auch die Kommentarfunktion und das Kontaktformular auf ostseerundspruch.de. Wenn ihr eine QSL-Karte von DF0LO, unserer Rundspruchstation, mit dem Sonder-DOK Ostsee haben möchtet, dann sagt gleich im Bestätigungsverkehr Bescheid. Ich schicke euch dann gerne eine Karte via Büro zu. Empfangsberichte von SWLs werden ebenfalls sehr gerne und bevorzugt mit einer QSL bestätigt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, allen Kranken unter uns eine baldige Genesung und allen Geburtstagskindern dieser Woche einen herzlichen Glückwunsch. Ich verabschiede mich mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus aus dem Ortsverband Lütjenburg, Mike 07, mit besten 55, 73, 76, der Herr behüte euch und an alle XYLs und YLs 88. Nach einer kurzen Schaltpause melden wir uns hier wieder zum Bestätigungsverkehr. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 1 des Deutschen Amateurradioclubs für die erste Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. DARC Haftpflichtversicherung nun über HDI. Dann gibt's eine Vorstandsinformation zum Vorhabenplan der Bundesnetzagentur für 2016. 65 DARC und 90 IHRU. Das Endergebnis liegt vor. Und ebenfalls vorliegen die Endergebnisse des Worked All Germany Contestes 2015. Vortragsprogramm der Gigahertz-Tagung Dorsten steht fest. Jetzt zum Funktag in Kassel anmelden. Aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter?
Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch, die DRRC-Haftpflichtversicherung, nun über HDI. Seit dem 1. Januar 2016 ist HDI der neue Versicherungspartner für die DRRC-Haftpflichtversicherung. Eingeschlossen in den Versicherungsschutz sind zum Beispiel die aus den gewöhnlichen, satzungsgemäßen oder sonst sich aus dem Vereinszweck ergebenden Veranstaltungen. Dazu gehören UV-Abende, Lehrbetrieb anlässlich von Amateurfunkkursen, Vereinsfestlichkeiten, Ausstellungen, Fuchsjagden sowie Distrikts- und Bundesfeste sowie Veranstaltungen, Amateurfunkflohmärkte und so weiter. Weiterhin erstreckt sich der Schutz auf Amateurfunkbetrieb sowie den Besitz und Betrieb von Amateurfunkanlagen, auch Auf- und Abbau und Wartung sowie die Betätigung als Radioamateur und genehmigte CB-Funk- und Hörtätigkeiten. Auslandsschäden sind mitversichert. Die Haftpflichtversicherung erstreckt sich nur auf Schäden, die Sie anderen Personen zufügen. Eigenschäden können nur über eine Sachversicherung, zum Beispiel die Elektronikversicherung für die Amateurfunkstation, versichert werden. Über letztere informierte die CQDL zum Beispiel in der Januar-Ausgabe auf Seite 72. Die entsprechenden Versicherungsmerkblätter zur Haftpflicht wurden infolge des Wechsels zum 1. Januar 2016 aktualisiert und sind auf der DRRC-Webseite. Seite abrufbar. Vorstandsinformationen zum Vorhabenplan der Bundesnetzagentur für 2016. Bereits Mitte Dezember informierte der DRRC in einer Vorstandsinformation über den Entwurf des Vorhabenplans der Bundesnetzagentur für das Jahr 2016 und gab in der Folge auch noch eine weitere Vorstandsinformation mit einer Stellungnahme zu selbiger heraus. Inhaltlich kritisiert der Runde Tisch Amateurfunk, RTA, darin eine gewisse Nachlässigkeit der Behörde im Bereich des Funkschutzes und vermutet, dass die Stellungnahme mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das einzige Schriftstück aus der Feder eines oder mehrerer am störungsfreien Funkempfang Interessierter sein wird. Der RTA begründet das Statement damit, dass das Jahr 2015 mit einer Reihe von elektromagnetischen Unverträglichkeiten geprägt war. Der RTA führt dies auch darauf zurück, dass es in den vergangenen Jahren eine gestiegene Anzahl elektrischer bzw. elektronischer Geräte in jedem Haushalt gibt. Diese weisen jedoch laut RTA eine sich stetig verschlechternde Erfüllungsquote der grundlegenden Anforderungen gemäß EMVG auf. Weiterhin geht das Schreiben auf die Punkte des Vorhabenplans mit den Titeln Normung im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit EMV, harmonisierte europäische Normen unter dem Aspekt der neuen europäischen Funkanlagen, neue Rechtsgrundlagen für die Marktüberwachung sowie sicherer Betrieb von Rundfunkempfängern und Kabelfernsehnetzen in einer veränderten elektromagnetischen Verträglichkeitsumgebung ein. Das RTA-Schreiben ist im vollen Wortlaut auf der DRRC-Webseite nachzulesen. 65 DRRC und 90 IRU. Endergebnis liegt vor. Am 31. Dezember 2015 waren Delta Lima 65 DRRC, Delta Kilo 65 DRRC und Delta Juliet 90 IRU noch einmal in der Luft. Die letzten Stationen im Log sind Delta Quebec 0 Wyota auf 20 Meter SSB, gearbeitet von DL65 DRRC, 4 Oscar 3 Romeo Alpha Bravo auf 80 Meter in CW, gearbeitet von DK65 DRRC und Yankee Charlie 6 Mike Yankee Oscar auf 40 Meter in CW, gearbeitet von DJ90 IRU. Damit stehen für Delta Lima 65 DRRC 122.155 QSOs, für Delta Kilo 65 DRRC 116.494 und für Delta Juliet 90 IRU 72.831 QSOs im Log. Mit insgesamt 311.480 Verbindungen wurde ein Ergebnis erzielt, das überaus beeindruckend ist. Allen aktiven Funkern und den Organisatoren in den Distrikten ein großes Dankeschön für diese gelungene Aktion. Detaillierte Ergebnisse der Distrikte sind im Internet nachzulesen. Es wurde bislang 455 Mal das Jubiläumsdiplom 2015 und 412 Mal das Sonderdiplom 65 Jahre DRRC über das DCL ausgegeben. Einzelheiten zur Beantragung gibt es ebenfalls im Internet.
Ergebnisse des Worked All Germany Contestes 2015 liegen vor. Für den 2015er Worked All Germany Contest, kurz WAG, mit einer Rekordbeteiligung von 2186 eingereichten Loks liegen die Endergebnisse vor. In den deutschen Kategorien gab es dabei hauchdünne Entscheidungen um die ersten Plätze. Bei Mixed Low Power setzte sich Delta Lima 0 Papa Echo mit dem Operator Delta Lima 2 Charlie Charlie um den Wert eines Multiplikators gegen Delta Foxtrot 1 Mike Mike durch. Bei den Multi-Operator-Stationen gewann mit fast genauso kleinem Abstand Delta Lima 1 Alpha vor Delta Papa 9 Alpha. Bei der UV-Wertung korrigiert der WAG Contest Manager auf einen Gleichstand zwischen dem UV TU Dresden Sierra 07 und Löbau Sierra 04 mit jeweils 384 Punkten. Den dritten Platz belegt Victor 14 mit 360 Punkten. Darüber informiert WAG Contest Manager Christian Schneider, Delta Lima 8 Mike Bravo Sierra und verweist auf die detaillierten Ergebnisse im Internet. Vortragsprogramm der Gigahertz-Tagung Dorsten steht fest. Am 13. Februar laden die Veranstalter der 38. Gigahertz-Tagung in die Volkshochschule Dorsten, Bildungszentrum Maria Lindenhof an der Bundesstraße 224, im Wert Nummer 6 in 46282 Dorsten ein. Die Tagung bietet Gelegenheit zum Informationsaustausch über Technik und Betrieb auf den Amateurfunkfrequenzen im Gigahertz-Bereich. Die Tagung beginnt zunächst mit dem Treffen um 9 Uhr im Forum. Ab 10 Uhr schließt sich das Vortragsprogramm an. Neben der traditionellen Verleihung der DARC-UKW-Contest-Pokale wird dieses Jahr auch ein Förderpreis der Tagung ausgelobt. Die Vortragsthemen befassen sich mit dem Bakenprojekt Westmünsterland, Impulsreflektometrie einer Helgoland-Expedition, Parabolspiegeln für einen 2,4 und 10 GHz Duoband-Feed, einem 9 cm Transverter aus Syr-Plus-Teilen, dem Einsatz von 6 cm Transvertern bei Delta Lima 0 Golf Tango Hotel, einem 122 GHz Transverter mit eingebauter Leistungsbarke sowie Erfahrungen mit Reflexionen an Raumfahrzeugen. Die Mittagspause kann fakultativ zur Nutzung eines Messplatzes wahrgenommen werden. Vor Ort gibt es Messplätze speziell für den Gigahertz-Bereich, um Messungen an den mitgebrachten Baugruppen und Geräten vornehmen zu können. Die Jugendlichen der Elektronik AG Rade unter dem Rufzeichen Delta November 1 Golf Hotel Zulu DN1 GHZ wie DN1 GHz stellen zudem ihre aktuellen Projekte vor. Weitere Informationen zur Tagung gibt es im Internet. Jetzt zum Funktag in Kassel anmelden. Ausgehend vom Tag des Redaktionsschlusses dieses Deutschlandrundspruches sind es noch 108 Tage, also der 23. April bis zum ersten Funktag in der Messe Kassel. Die Veranstalter, dies sind der DARC Verlag mit dem ideellen Träger DARC e.V., erwarten bei der Erstausgabe der Veranstaltung bis zu 3000 Besucher. Besonders Flohmarktanbieter und kommerzielle Händler sollten sich in der nächsten Zeit auf der Funktag-Webseite zur Teilnahme anmelden. Neben der Anmeldephase wird aktuell auch an der Ausgestaltung des Rahmenprogramms gearbeitet. So ist ein Vortragsprogramm, ein Maker- und Bastelstand sowie auch eine Prüfung zur US-Lizenz in Vorbereitung. Geprüft werden alle Lizenzklassen und die Prüfung startet um 11.30 Uhr. Walk-ins sind erlaubt, das heißt, es ist keine Vorab-Anmeldung erforderlich. Es wird aber dringend gebeten, sich vorab bei den Organisatoren zu melden. Die Kosten für die Prüfung beträgt 15 US-Dollar, die in Banknoten passend mitzubringen sind. Weiterhin ist eine US-Postadresse, auch CO oder Postbox möglich und ein Lichtbildausweis erforderlich. Interessenten wenden sich bitte an Peter Kaminski, Delta Lima 9, Delta Alpha Kilo, per E-Mail oder telefonisch unter der Nummer 040, Vorwahl von Hamburg und dann der Anschluss 41 47 78 11. Aktuelle Conteste am 9. Januar, da läuft der Aktivitätstag des DARC-Distriktes Nordrhein. Am Wochenende 9. und 10. Januar, da gibt's in Belgien den UBA PSK 63 Präfix-Contest. Dann gibt's am 10. Januar den DARC 10-Meter-Contest, der ist dann auch für die DARC-Clubmeisterschaft relevant. Und am Wochenende 16. und 17. Januar, da läuft in Ungarn der Hotel Alpha DX-Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HR Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der aktuellen Januar-Ausgabe auf Seite 56.
Der Funkwetterbericht vom 15. Januar, herausgegeben von Hartmut Büttig, Delta Lima 1, Victor Delta Lima. Zunächst der Rückblick vom 21. Dezember 2015 bis 5. Januar 2016. Die Kurzwellenausbreitung über den Jahreswechsel hatte alles zu bieten, was man bei einem mittleren solaren Flux von 109 Fluxeinheiten erwarten kann. Ein Blick auf die Trendkurven zeigt sowohl den langsamen Abschwung in Richtung Sonnenfleckenminimum, das wir etwa im Spätsommer 2020 erreichen werden, aber auch die von 105 auf 109 Einheiten gestiegene Kurve des über 90 Tage gemittelten solaren Fluxes erklärt die guten Bandöffnungen bis 15 Meter, hin und wieder auch darüber. Dass wir keine guten Öffnungen des 10 Meter Bandes mehr erwarten können, war spätestens beim Worldwide DX CW Contest Ende November und beim ARRL 10 Meter Contest ziemlich deutlich geworden. In etwa 7 Jahren beginnt die nächste 10 Meter Saison, wobei kurze Überraschungen immer möglich sein werden. So gab es eine lehrbuchhafte Sporadik-E-Öffnung nach dem Maximum des Meteorschauers der Quadrantiden am Abend des 4. Januar. Die Muff kletterte auf 84 MHz und sogar das 6-Meter-Band war voller lauter Signale. Diese Erlebnisse bleiben uns auch während des Sonnenfleckenminimums. Das geomagnetische Feld präsentierte vom 19. bis zum Nachmittag des 21. Dezember einen schweren geomagnetischen Sturm. Danach hatten wir von isolierten Störungen, die jeweils maximal 4 Stunden dauerten, gute Ausbreitungsbedingungen bis zum 30. Dezember. Vom 28. bis 30. Dezember war der geomagnetische 3-Stunden-Index K zeitweise 0 und die DX-Signale auf 80 und 160 Meter sehr laut. Damit kündigte sich die nächste Störung an, die an den beiden Folgetagen die Ausbreitungsbedingungen verdarben. Seit dem 1. Januar mittags war das geomagnetische Feld meist ruhig, aber die koronalen Löcher blieben präsent. In der Nacht zum 6. Januar wurde wieder eine intensive geomagnetische Störung registriert. Die solaren Fluxwerte stiegen von 117 auf maximal 134 Einheiten am 23. Dezember und zeigen seitdem eine langsam fallende Tendenz. Vorhersage bis zum 12. Januar, bis die aktive Region 2473 etwa am 15. Januar wieder sichtbar wird, sind sehr ruhige solare Bedingungen vorhergesagt. In 3 Tagen gesellt sich die alte Region 2470 zu den beiden sichtbaren Sonnenflecken 2476 und 2477. Wir erwarten aber nur eine geringe C-Flair-Tätigkeit und Fluxwerte knapp unter 100 Einheiten. Die Kurzwellenbänder über 17 Meter öffnen nur selten. Die Bänder von 160 bis 30 Meter bleiben an den geomagnetisch ruhigen Tagen in sehr guter Verfassung. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.09 Uhr, in Ostaustralien um 19.05 Uhr, in Westaustralien um 21.17 Uhr, in Singapur geht die Sonne auf um 23.08 Uhr, in Japan um 21.51 Uhr, Sonnenaufgang auf Hawaii ist um 17.10 Uhr UTC, in Alaska in Anchorage um 19.06 Uhr, in Johannesburg in Südafrika, dort geht die Sonne auf um 3.22 Uhr UTC, an der USA-Westküste in Kalifornien um 15.26 Uhr, auf den Falklandinseln um 7.49 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 7.16 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 21.43 Uhr, USA-Westküste 1.06 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.57 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 0.16 Uhr, auf Hawaii geht die Sonne unter um 4.04 Uhr UTC, in Anchorage in Alaska um 0.59 Uhr, in Johannesburg in Südafrika geht die Sonne unter um 17.04 Uhr Weltzeit, in Neuseeland um 7.43 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 15.08 Uhr Weltzeit hinter dem Horizont. Das war der DHRC Deutschland-Rundspruch. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot, Foxtrot Lima vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DHRC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DHRC. Meldungen für den Deutschland-Rundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL, an die bekannte Anschrift Lindenallee 4 in Baunatal sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@drc.de.
www.awdh.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk hoeveel inzet het kost om en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.